Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In de vorige aflevering heb ik zoveel plezier gehad met dit level dat ik hem nog een keer ga doen. Nee, zoals jullie weten ging het de vorige keer niet echt heel lekker met dit level. En het begin is ook al super goed, dus daar ben ik wel blij mee. Nee, de vorige aflevering moesten we op een gegeven moment stoppen omdat de aflevering te lang duurde. En dat was ook maar goed, want ik rage nogal. Dat is wel echt net hiervoor geweest. Het enige wat ik tussen door heb zitten doen is Tanuki Suits farmen. Maar ja, daar is het dus al eentje van kapot. Oké, we hebben wel nu zo'n coin. En dit is ook gunstig. Ja. Als ik al een beetje... Huh, nu sprong ik... Nu sprong ik niet eens. Oké. Dat is zo verneukeratief, hè. Want je kan er niks aan doen, zeg maar. Hoe die op dat moment dan weer staat. Ik denk dat daar ook het einde is. Dat denk ik oprecht. Ik denk dat dat het laatste stukje is, dat stukje. Maar dan moet je eerst dat stuk met die tweede munt overleven. Dat is zo'n kutstuk. Ik bedoelde eigenlijk het stuk met de derde munt, maar het is fijn dat we dit stuk met de tweede munt ook gedaan hebben nu. Oh, leuk. Ik heb echt nul ideeën hoe we dit kunnen doen. Nul ideeën. Zonder daar een hit mee te krijgen. Daar was ik er bang voor. Kom niet raken, ja. Yeah. Eindelijk! Oh, wat een kut level zeg. Oh, wat een kut level. Next level. Ik hoop dat dit een iets leuker level is. Het is een skippy in ieder geval. Haat dit level mij net zo erg? Waarschijnlijk. Ik zie wel Goma's. Oh.
dit is heel fijn. En dit is vooral fijn, zodat ik weer wat kan sparen. Oh! Dat ging niet helemaal expres. Dit was en diepte en meer het verkennen van het level met mijn ogen, waardoor het niet helemaal handig ging. Oké, running. Ja. Ik zie niks, ja. Diepte is bij dit level zo moeilijk. Oké, dat is even lekker. Nu hoop ik dat ik ook op dat blok kan komen. Nee, nou, dat was alweer... ik kan dan zo boos worden. Hè. Dan kan ik echt mijn dingen gaan slaan en zo. Dat ik echt denk van, hoe kunnen ze dat doen? Is dit getest, denk ik dan altijd. Hierboven moet de derde coin zitten. Ja, dat dacht ik al. Oké. Dan moeten we alleen voor die eerste coin nog een keer terug. En je weet... Oh, oké. Ja, dat is geen boom boom of zo. Oké. Gaan we alleen voor die eerste coin die echt waanzinnig kut is. Nog altijd die kut zien. Oké. Niet te veel zeuren, we gaan gewoon ons best doen. We hebben de coin. Nu is het zeer belangrijk dat ik het einde ook haal. Kut. Nice. Oké. Op naar het laatste level van Special World 7. En dan komen we alweer bij het allerlaatste speciale wereldje aan. Dat is echt niet normaal dat het zo goed gaat. Een paar leveltjes waar ik veel moeite mee had. Een paar leveltjes waar ik echt zo doorheen ging. Dat is ook wel een keer lekker. Dit zal een kasteel zijn dan, hè? Jazeker. Mwa. Oh ja, special. Oeh. Dit is gewoon rennen? Wat? Ook nog een cosmic?
Maar omhoog dan. Dit gaat weer een lange zit worden, heb ik alweer in de gaten. Miste hem ook nog. Valt me alles mee. Nice. Let's go. We mogen naar het laatste wereldje van deze game. Ik ben benieuwd of dit ook zo'n uitgebreid wereldje is. Of dat dit een wel gewoon normale grote wereld is. Want de gewone wereld achter ons is natuurlijk een uitgebreide wereld. We gaan het zien. Oké, let's go. Special 8. Nog 2 seconden. Oh, kom op Mario, kom op. Ja. Nice. Oké, okay, deze was helemaal niet zo moeilijk. Volgende level. Dit is volgens mij een original. Of toch niet, nee. Kut. Het leven is pittig, kut. Oh!
kon het blijven proberen totdat het wel lukte, maar... Helaas. Helaas. Dit is een level wat je niet sloom kan in. Volgens mij moet je dit speedrunnen. Top, oké. Kan hij veilig naar beneden springen, zo te zien? Daar is sowieso die derde coin. Denk ik oprecht hoor. Nee, geen derde coin te zien in ieder geval. Over dat heuveltje heen zijn. Oké, dat zijn we nu. Nou, daar is de laatste coin. Vind ik niet eerlijk. Nu moet ik hem opnieuw doen. Nou. Wat een vuile spel. Nou, dan gaan we het nog maar een keer doen. Good.
Kut. Kut, 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 kut. Zelfs dit, wat dit maar level moeilijk maakt, is dat het zelfs zonder dat je per se de coins wil pakken, ook al moeilijk is, zeg maar. Dat is irritant. Normaal zijn die levels moeilijk omdat je dan ook nog dingen moet doen om die coins te pakken, zeg maar. En dat hoeft niet eens. Kut. Oké, ik leef nog. Zal dit hem zijn, denk ik, hè? Ja. We willen niet falen, dus we gebruiken die wel. Goed, we hebben een herhaling. Lekker man, lekker man. Wat staat ons volgende aflevering te wachten? Het is... Oeh, een kasteel voor de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Ik zie je graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos!